filmpje. Dan kijken we eerst naar. Ik kan me voorstellen, we hebben een filmpje meegenomen. Gaan we eerst naar. Oh, gelukkig maar. Ja. Daar kijken we eerst naar. Ja. Oh, zijn we al begonnen? We kunnen gelijk beginnen. We zijn al gewoon lekker begonnen. Mensen, dit is heerlijk aan deze show. Het gaat allemaal een beetje met enige losheid. Dus we zijn al gewoon weer lekker verder. Wat u dus kon zien is dat een nieuw iemand mij aan tafel schoof. En dat er een aantal mensen klaar zijn gaan staan. Daar gaan we zo meteen naar luisteren. Theo Ham, jij bent te gast nu. Directeur van Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland. Klopt. En volgens mij hebben we een filmpje wat eigenlijk u introduceert. Klopt. Zullen we daar gewoon meteen gaan kijken? Lijkt me heel goed. Ja, ik ben Fee, ik ben theaterdocent bij het Jeugdtheaterhuis. En ik kan niet wachten om weer een nieuw seizoen te beginnen. Een nieuw seizoen. Een nieuw seizoen is als een leeg tekenvel. Alles is mogelijk. Zelfs voor mij als theaterdocent is elk seizoen weer verrassend. En dat komt eigenlijk door de leerlingen. Mijn theaterlessen zitten vol met fantasie. Een fantasie die je soms opslokt of meeneemt en die we zelf voeden. Zo kunnen we in een les naar de ruimte en de wereld van een grote hoogte zien. We kunnen proeven hoe sterren proeven. En winnen van de zwaartekracht. We kunnen naar het begin van de geschiedenis, toen alles nog heel klein was en toen er misschien nog geen kleuren waren. We kunnen zijn wie we willen zijn. Soms een circusdirecteur en dan weer een verdrietige dwerg die zijn konijn mist. Fantasie is grenzeloos. Maar als we onze fantasie niet trainen, lijkt het wel te krimpen. Er zijn dingen die ik me niet meer kan fantaseren. Maar de kinderen in mijn lessen gelukkig nog wel. Niks is er mooier dan met een groep een nieuwe fantasiewereld creëren. Om vervolgens die wereld in een voorstelling aan het publiek te laten zien. Ik kan niet wachten om weer te fantaseren, te spelen en plezier te hebben. Maar ik hoop wel op ja. Dat het ook echt kan met al deze coronanarigheid. Ja, dat mag zeker van grap worden. Een jong iemand die zich voor een nieuw seizoen ook en voor fantasie eigenlijk uitspreekt. Is uw fantasie ook tanende? Of zegt u nee, ik kan mijn fantasie... Nee, mijn fantasie is zeker niet tanende. Zeker niet tanende. Zelfs niet de coronacrisis? Zelfs niet door de coronacrisis. Nee, helemaal niet. Kijk, gelukkig maar. Ja. Maar wel, kijk, wat is het, je hebt hier ook jonge makers bij je eigenlijk. Ja, klopt. Hoe belangrijk is die kunst en de cultuur en dat fantaseren en het theater maken eigenlijk voor... Ja, voor jongeren? Ja, ik denk heel belangrijk. Ik werd getipt om hier aan mee te werken, of ik me aan wilde melden. En dat ging ik afgelopen zondag dook ik daar een beetje in. Ja. Toen ging ik in kijken en dan krijg je zo'n lijst met YouTube, andere dingetjes die je wel eens gezien hebt. Ja. Toen kwam ik bij Lisbeth List en Ramse Shaffi en Alderliese terecht bij Paul de Leeuw en Laat Me. En ik voelde ineens dat werd een beetje een soort, dat werd bijna een soort meezinger, een soort slager. Daarna tikte ik door naar Wende, die in Carré dat zat te doen als een tribute. Ja. En daar hoorde je net achter dat Laat Me iedere keer een klein beetje een soort tingeltje van... Is het nou alleen maar Laat Me? Gaat het nou alleen maar om ikke? Of zit er ook nog een vraag? Zij vertelt op een ongelooflijk prachtige manier dat verhaal. En door die twee fragmenten voelde ik dat ik opgetild werd. Ik werd warm en geïnspireerd en het kreeg weer wat meer kleur. Dit klinkt heel vet wat ik nu ga vertellen, want diezelfde middag las ik jouw boek uit. Oh, in de tuin. Ja, oké, ja. En ik kwam er bij kerstavond. Het is echt gemeend. Ik kwam bij kerstavond en ik voelde dat mijn strot zich dichtkneep. Ja. En dat de tranen over mijn wangen bungelden. Wat bijzonder. En toen ging ik nadenken over het belang van kunst en cultuur. Dat doe ik natuurlijk altijd. En het belang van jongeren. Ja. Ik heb zo'n respect voor al die mensen die dat doen. Die op weten te staan. Die al hun vragen, onzekerheden, zoals jij ook, toe durven te vertrouwen aan papier. Dat met mij willen delen en dat mij weer raakt. Jij bent een voorloper, een icoon. Jij bent een voorbeeld voor heel veel anderen. Binnen het Jeugdtheaterhuis loop ik ook soms tegen dat soort voorbeelden of iconen aan, naast een heleboel anderen. En daar maak ik me het grootste zorgen om. Daar ben ik het meest bezorgd om, dat er genoeg ruimte blijft om die voorlopers ook kans te geven om zich te ontplooien.
Ik ben er stil van en ik begrijp ook de zorg dat u zegt van als nu die hele cultuursector eigenlijk stilvalt, dan betekent dat ook. Ik bedoel, ik heb mijn boek al mogen schrijven en mogen publiceren. Maar er zijn natuurlijk heel veel jongeren die nu van een theateropleiding of een toneelopleiding afkomen en die vallen in een totale leegte. Ja. En het grote gevaar is dat als zometeen de boel weer opstart, dat die natuurlijk, dat die eigenlijk vergeten worden. Want er komt altijd een nieuwe groep, ja, of weer oude. Of, dus dat die, dat dat kwijtraakt. Ja, het is een heel fijnmazig, dat is natuurlijk al meerdere keren, het is een heel fijnmazig veld. Waar alles op de een of andere manier in elkaar grijpt. En wat bij van jonger naar ouder met elkaar te. Als daar iets in kapot gemaakt wordt. Bram van de Vlucht, mijn toneelfeiter, zei ooit: je kan maar één keer iets kapot maken. Als je iets kapot maakt, ja, dan duurt het ook weer heel lang voordat het er überhaupt gewoon is. En we moeten vooral ook aan al die jonge mensen denken. Die moeten vooral ook. Ik ben 63, bijna 64. Nou, dat zouden we niet zeggen, hoor. Ik mag nog steeds fantaseren, maar het gaat echt om jullie. Omdat jullie en dat zij en alles wat daar weer voorkomt de kans krijgt om met dat prachtige rijk van kunst en cultuur in aanraking te komen en dat echt tot een onderdeel van hun leven te maken. Ja, ik heb zelden zo iemand zo mooi en passievol voor de jeugd zich horen uitspreken. Dank daarvoor. En ik wil ook eigenlijk graag weten, want u wees er al even naar. Er staan daar drie mensen te wachten. Vier zelfs. Ik zie ook op de piano iemand zitten. Kijk, vier mensen te wachten om zo meteen, neem ik aan, wat te gaan spelen. Ja, het is Lise, het is Eva, het is en Jan. Allemaal leerlingen van dat jeugdtheater Huis Zuid-Holland. Mijn grote vriend Hans Kassa aan de vleugel. Ja. Zij doen een nummer dat heet Het Angstige Gevoel. Dat komt uit de familiemusical Beer, waar wij het afgelopen seizoen mee rondtoerden door het hele land. Geschreven door Guus Kuijer, maar meer dan 30 jaar geleden. En eigenlijk heeft hij 30 jaar neergelegd wat de klimaatmars vorig jaar werd. En dat is ook zo belangrijk, want jij bent ook iemand, en dat zijn ook al die andere jongen, die zijn voorzienig van geest. En die voorzienigheid, die moeten we goed omarmen. Ga luisteren. Dan gaan we daar naar luisteren. Ik ga niets meer zeggen, want die hebben ze fantastisch geïntroduceerd. Dus ik zou zeggen, jongens, betover ons. En mens en beer verdelgt, tel uit je
zegeningen. Dat was een letterlijk en figuurlijk een stem van een nieuwe generatie. Prachtig, heel erg veel dank. En ik terwijl jullie eigenlijk wil uitnodigen om vooral vast naar de muur te lopen om je handtekening te gaan zetten, wil ik eigenlijk aan u nog even vragen. Namens wie en namens hoeveel mensen mogen we een handtekening opnemen? Ja, nou, Jeugdtheaterhuis bereikte vorig jaar bijna 22.000 kinderen en jongeren, vooral in de provincie Zuid-Holland en daarbuiten. Ja. En dat hebben 32 productiemedewerkers, 61 docenten en 12 medewerkers min of meer vast gerealiseerd. Dus ik wil graag 108 mensen op de teller erbij laten. Dan gaan we die 108 mensen erbij zetten. Heel veel dank. En dan vraag ik jullie onder een luid applaus van iedereen hier om de handtekeningen op de muur te zetten. Dank jullie wel. Dank jij wel. En dan zit voor mij helaas, ik was om 10:00 vanochtend begonnen. 4 uur lang mocht ik u mee aan de hand nemen. Of mocht ik eigenlijk aan de hand van de cultuursector meelopen. Ik vond het een feest om te mogen doen. Ik ben heel erg dankbaar. En ik hoop dat we vandaag het nieuws gaan krijgen dat morgen Ingrid van Engelshoven, de minister van Cultuur, hier aanschuift. Dan gaan we dan meteen Alexander Rino kan nog even een berichtje sturen. En voor de rest zou ik zeggen, we zitten nu op bijna 360 mensen. En uiteraard blijf kijken, want we gaan gewoon door, volgens mij tot 10:00 vanavond. Ezouet komt hier zo meteen. 4 uur zitten. Een fantastische presentator. Die gaat waarschijnlijk nog 10 keer leuker doen dan ik het heb gedaan. Dus blijf kijken, blijf genieten en blijf jezelf inspireren en blijf huppelen. Tot een volgende keer. Dankjewel.